kregen we een waterpak. Want hij zal meteen rood moeten staan. Nou, deze hebben ze overleefd en dan gaan we het huis in. Dat is al een plek wat droger. Nou, hier zit er zo nog water in. Ik weet dat hier mensen opstaan. Maar dit heb ik ook nog nooit op het huis gezien. Dit was leuk, lachen. Oh, we hebben nog meer van zulke elementen. Ofwel, het is echt een kruis van water. Lachen. Dit was eventjes even weggehouden. Oh, gelukkig is het een kipstof. Dat is wel mooi. Nou, even handkracht draaien. Hier overheen. Ogen allerlei figuren. Maar leuk om dit funhouse te zien. En meestal... Ik weet wel dat funhouses hier een beetje groot zijn. Maar dit is nou een waterpakket, dat is schattig. Oh, leuk. En wat is dit wat? Terug. Gaan naar boven. Naar de bovenste verdieping. En dan beginnen we ook met te stieken. Dat is heel erg uniek. In het funhouse. Het volgt. Ja, het kan gebeuren, dames en heren. Dit is heel erg uniek, maar je ziet wel steeds meer komen, elastieke funhouses. In ieder geval, ik denk dat deze foto's wel echt opbouwen, of misschien zelf bouwen. Dus dat is wel lachen. Zo. Ik ga meer stieken. We kijken ook wat we klaar zijn aan stieken. Kijk naar mijn stieke dik. Maar ook heel veel boksballen. Dat is wel lachen. Geen draaischijven, maar heel veel sneaken en boksballen. En een beetje zigzaggen. En hier binnen vrij weinig decoratie, dat is wel een beetje jammer. En dan weer die sneaken. Wat hebben ze hier met sneaken gedaan? Is wel leuk. Buitenkant leuk en mooi gedecoreerd, maar binnen eigenlijk vrij weinig. Dus ja. Misschien als we nog bezig zijn met de restyling, dat kan, ik weet niet. Maar dit is dus de bovenste verdieping en dit is het hoogste wat er kan komen. Dus we komen ook nog een dak met de glijbaan. Maar ik denk dat dit toch een Eggelboom funhouse is. Dat moet ik zeggen. Dan krijg je nog een drukje. Een wandelbrug. Ik krijg hier weer van zorgen met de stadfiguren. Ofwel, het is echt een waterparcours. Echt lachen. En daar zijn we, bijna. Zo, een van de laatste elementen. En weer die oude balken. Echt lachen. Dit zie je bijna nooit in een funhouse. Dat er waterparcours in het funhouse staan. En dan gaan we even door de Maasstraat. Zo. Zo, bijna eruit. Dit zijn niet een van mijn favoriete dingen, maar we gaan er wel overheen. Oh, valt mee deze, gelukkig. En dat was dus het einde. Ja, dames en heren, dit was dus Rio Carnaval. Een funhouse, ik denk gebouwd bij Eckerboom, durf ik niet te zeggen. Maar Reisjes zonder Boersma, voor het eerst gezien, tussen gedaan. Echt leuk dat er hier binnen een waterparcours zit, dat is echt uniek. Want je ziet nooit zo vaak op funhouses dat op de begane grond waterparcours zitten. Nou, hij is denk ik niet volledig klaar, maar hij ziet er wel leuk en mooi eruit. Ofwel, dames en heren, kon je hem tegen, loop lekker een rondje doorheen, maar kijk uit, je kan nat worden. Ofwel, dit is Rio Carnaval van Boersma.